Als je zegt van ik zit in een rockband, dan gaan toch de deuren alweer vrij gauw dicht. Nee, maar het is toch wel, lijkt me wel even anders dat je met een koptelefoon in een kamer thuis zit dan dat je met een band en een gitaar om je schouders. Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar ja, het is aan de andere kant is het toch wel weer makkelijker dat je niet. Je staat in je eentje, je voelt schaamte niet. Of ja, met jezelf heb je dat wat minder. En je voelt ook niet de druk van de tijd van een studio of wat dan ook. Heeft het even geduurd zeg maar, om een schaamte te overwinnen voordat je met de band erbij durft voluit te zingen? Ja, dat is iedere keer weer. Oh ja? Dat ik een nieuw nummer moet inzingen. Ja. Want ik vroeg me af, ja, ik zag de demo zag ik staan dat je die had gemaakt, er stond unreleased achter. Heeft dat ook een beetje met die schaamte te maken dat je dacht van dat is misschien nog niet... Nee, ik vond dat ik er genoeg geld in had gestoken. Dus ik had geen zin meer om nog te persen ook en zo. Wat is er uiteindelijk mee gebeurd met die nummers? Die nummers op de demo staan die ook? Er staan er drie op en eentje die wil ik op de volgende plaats gaan zetten en een andere die is gewoon afgevallen. Oké, okay. Ja, ik zag nou ja, in ieder geval het album is er sinds mei en er zijn toch al her en der positieve reacties op geweest. Ik vroeg me af, hoe voel je dat nu? Je bent natuurlijk iets ouder, ik weet niet of dat een rol speelt dan in de mate waarop je nu hierop verder wil borduren en qua toeren en spelen. Hoe is nu de aanpak? Hoe zie je het voor je wat er nu gaat gebeuren? Ga je geleidelijk aan gewoon door met opnemen? Ja, ik wil sowieso wel een nieuwe plaat maken en ik ben ook wel bezig met nieuw materiaal. En dat ben ik nu wat meer met de band samen af aan het werken en het arrangeren en zo. En qua toeren en optreden, ja, het is een beetje... We moeten maar kijken wat we te pakken kunnen krijgen. Het is heel erg lastig om goed op te treden. Wat heeft het te maken? Ja, je hebt natuurlijk, zonder dat dit is bent, het stempel van jouw ex of jouw metal verleden draagt. Ik neem aan, je snijdt hier en daar ook toch nieuwe scharen fans aan die misschien jou niet kennen van hopelijk wat je wel, hiervoor doet. Of hopelijk wel of niet. Ja. Ja, het kan zijn dat ze ook meegegroeid zijn met jou. Dat hoop ik ook. Maar heeft dat inderdaad, merk je dan wel dat als je die naam noemt, dat er misschien niet automatisch deuren opent? Of is dat juist fijn? Vind je ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ik weet nou niet of het nou een, daar ben ik nog niet helemaal achter, of dat nou een pre of een voor of een tegen is. Ik denk wel van, ja, ik heb wel een zekere namensbekendheid daardoor, waardoor mensen wat minder geneigd zijn om niet te reageren bijvoorbeeld op e-mailtjes of zo, of telefoontjes. Maar ja, aan de andere kant, als je zegt van ja, ik zit in een rockband, dan gaan toch de deuren alweer vrij gauw dicht. Het is heel, heel pittig om goed aan de bak te komen met een bandje, zeker in deze tijden. En waarin... mensen die op tv komen, echt de zalen lekker voltrekken waarschijnlijk, vermoed ik. Maar in ieder geval, zalen boeken dat graag. En als je niet bij wijze van spreken, ik zeg niet dat het zo is, maar als je bij wijze van spreken niet bij De Wereld Draait Door of zoiets komt, of dat programma bij de VPRO, dan besta je gewoon niet voor bij wijze van. En het is wel zo, kijk, we hebben wel een aantal optredens staan, maar ik krijg het idee dat dat ook echt puur is omdat een aantal programmeurs ons graag die kans geven om ons te presenteren. En dat geldt zeker niet voor elke programma. Heb je dat geaccepteerd een beetje? Als zijn het, is het misschien ja, de realiteit of is het iets waar je wel probeert genuanceerd tegen te verzetten? Nou, verzetten heeft geen zin denk ik, maar ik moet het wel accepteren zoals het is. En ja, ik vind het jammer en ik vind het ook jammer dat we in Duitsland niet zomaar 1, 2, 3 aan de bakken, maar aan de andere kant moet ik mezelf wel echt bij mijn nekval pakken van ja, luister eens even, de plaat is net een paar maanden uit, gun het de tijd. En dat doet me vaak ook wel beseffen van ja, ik kom van zalen vol 600-700 man en ik sta nu voor 20 man te spelen. Wat ik heerlijk vind, omdat ik geen enkel probleem vind, maar ik moet niet verwachten dat alle deuren open gaan. Dus dat moet ik wel steeds tegen mezelf blijven zeggen. Ik moet wel met mijn voeten op beide voeten op de grond proberen te blijven. Ja, maar dat vind ik wel pittig. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal, dat ik dat moeilijk vind te accepteren. Ja, dat kan ik me ook wel. Is voorstelbaar. Ik vroeg me af, ja, laatste vraag even. Je zei nu dat het nieuwe materiaal al met meer in een bandvorm wordt geschreven. Kun je zeggen, zijn er andere invloeden ook die door de band heen zuizen, die misschien andere leden aandragen waar jij zelf misschien...
Nou, het is meer dat we als band iets meer andere onverwachte richtingen in sturen. En in de golfbeweging iets meer richting dit of meer richting dat. En dat heeft meer te maken met de kunde van de muzikanten die nieuwe wegen opent. Het neigt soms heel erg naar jazzrock jams, want dat doen we ook, hè, jams. Neigt soms heel erg naar jazzrock, maar aan de andere kant zijn er ook weer krachten die juist weer heel erg naar het nog eenvoudiger, meer liedjesachtige sturen. En daar sta je voor beide kanten sta je open? Ja. Ja, hoe meer afwisseling, hoe beter. Ja. Dat houdt het leuk. Wat is het improviseren? Even, ik neem aan als klassiek muzikus of klassiek geschoold muzikus is improvisatie niet meteen het eerste wat... Nee, dat is in de klassieke muziek is dat een heel ander aspect. Nou, daar valt voor mij nog een hele hoop te leren. Als je het dan aan het begin van het gesprek over grens had, dat is wel een grens die voor mij nog heel erg op te rekken is. Ik ben nog geen held in vrij improviseren. Oké, nou, wie weet op het volgende album. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.